De jongste wielertelg uit het Plankaartgeslacht rijdt zich de laatste weken sterk in de kijker. Al vanaf de tweede rit rijdt Plankaart in de groene leiderstrui. Om nu helemaal zeker te zijn van de eindoverwinning, moest hij de 68,8 kilometer zonder kleerscheuren doorkomen. Wij stuurden onze ronde van het meetjesstand specialist Lieven van den Bossen naar de finale in Zomergem. 92 nieuwelingen komen in Zomergem aan de start voor de laatste rit van de ronde van het meetjesstand editie 1998. Kevin Brakenveld draagt nog steeds de witte trui als beste jongere. Steven van den Bussen is de leider in het puntenklassement met de rode trui. En het groen zit om de schouders van Francesco Plankaart. Hij is de leider in het algemeen klassement. Stipt om 3 uur nemen de renners de start voor een tocht van ruim 68 kilometer, verdeeld over 8 ronden. In tegenstelling tot de vorige 3 ritten krijgen deze nieuwelingen nu een golvend parcours te verwerken. Geen echte heuvels zoals in onze Vlaamse Ardennen. Maar de Zomergemse dreef is toch ook een kuitenbijter. Aan het eind van de eerste ronde fietst Francesco Plankaart als solo voorop. De anderen weten nu al dat het moeilijk zal worden om zijn groene trui nog aan te vallen. Toch proberen Tim van Hulle en Tom Dertoe het in ronde 3. Maar Kevin Nering zit in het wiel en de andere ploegmaats van de groene trui rijden in de spits van het peloton. En alles loopt weer samen. Mooi ploegwerk trouwens van de koninklijke veloclub Deinze. En als in ronde 5 Gregory van Sinaai, Jeffrey van Humbeek en Wesley van der Linde er vandoor gaan, reageert Francesco Plankaart zelf. Met z'n vieren proberen ze voorop te blijven, maar dat lukt niet. Een ronde later zijn ze eraan voor de moeite, het peloton haalt hem terug bij. Dan komt er een aanval van Steven van den Bussen, de leider in het puntenklassement met de rode trui. Tom Dertoe, de tweede in de puntenrangschikking, reageert meteen. Uit aangemoedigd door alweer een menigte toeschouwers proberen zij uit de greep van het peloton te blijven. Ze nemen een voorsprong van maximum 25 seconden. Maar in de voorlaatste ronde is ook hun ontsnapping verleden tijd. Francesco Plankaart neemt het ganse peloton op sleeptouw en rijdt het gat met de 2 vluchters dicht. Christophe de Zutter probeert dan nog in de laatste hectometers, maar tevergeefs, we krijgen een groepsprint. En ook daarin toont Plankaart zich de sterkste. Hij haalt het met ruim verschil voor Yves de Boever, Tim van de Waalen en Kenny van der Schuren. Francesco Plankaart wint dus niet alleen de rit, maar is uiteraard ook de eindwinnaar van de ronde van het Meetjesland editie 98. Het was zeer moeilijk om hier weg te raken. En dan, achter dat we hier weg waren, als we ons teruggenomen hebben, heb ik beslist de spur afwachten en kijken wat er gebeurt. Want ik kon toch niks gebeuren, en de groene trui had ik toch zo. Dus was je zeker in de spurt? Op de laatste meters was natuurlijk zeker, maar op de kassei was het nog niet zeker hoor. Want van de bus zat er nog. Klein quizvraagje, wie won de ronde 11 jaar geleden? Jo Plankaart? Oké, okay, wel juist. Ik dacht niet dat Rosie van Vlaming was, maar dat kan niet. Een sterk stukje paratenkennis van. Ik ga voor belofte in.